In de praktijk zien we steeds meer mensen met uitstralende pijnklachten vanuit het bil of vanuit de rug naar het been. Nou, deze pijnklachten kunnen heel veel verschillende oorzaken hebben. Nou, wil je weten welke oorzaken dit zijn? Kijk even mee in deze video. In de praktijk zien we dus een vijftal oorzaken van uitstralende pijn in je been of benen. Die veel voorkomen. Nou, dit zijn de hernia, de bulging disc, prikkeling van de durale mouw, het piriformis syndroom en triggerpoints in spieren. Nou, deze vijf oorzaken ga ik je nu even kort toelichten. Nou, een van de oorzaken is dus een hernia. En een hernia is eigenlijk een uitstulping van de nucleus van de tussenwervelschijf. Dus die nucleus die in de tussenwervelschijf zit, die komt nou direct naar buiten. En dan ga ik je even laten zien. Dit is eigenlijk het spinaal kanaal. Ik ga even inzoomen. Dus hier zie je de spinal nerve. Die loopt eigenlijk helemaal van boven naar beneden in je rug. Dus in je wervelkolom. Misschien kan ik nog een beetje inzoomen. Dus dat is deze. En op het moment dat de tussenwervelschijf, dat is deze, de nucleus, die kern, daar naar buiten treedt, dan gaat hij hier tegen die zenuwbanen aandrukken. En dat kan dus uitstralende pijn in het been geven, krachtverlies, tintelingen, zelfs ook helemaal aan de voet, incontinentie en ga zo maar door. Oorzaak 2 kan zijn een bulging disc. En een bulging disc is een uittreding van de tussenwervelschijf. Dus die komt wat eigenlijk naar buiten en die drukt dus tegen deze zenuwbanen aan. Dus dit is de wervel, dit is een wervel. En die tussenwervelschijf die kan dan wat naar buiten treden als we dus de wervelkolom moet ik zeggen, verkeerd belasten. Dus door bijvoorbeeld veel zitten, heel veel verkeerd tillen, dan kan het zijn dat er wat naar buiten komt, die wervel. En dan praten we dus over een bulging disc. Bij een hernia komt echt de nucleus naar buiten en bij een bulging disc komt dus alleen de tussenwervelschijf wat naar buiten toe. En het is voor de fysio heel erg moeilijk dit te onderscheiden van elkaar, want de symptomen lijken in veel gevallen op elkaar. Nou, oorzaak 3 kan zijn durale mouwprikkeling. En als we hier dus de spinal nerve hebben, dan zien we dat zowel rechts als links, dus aan deze kant en aan deze kant, dus hier, dat er zenuwen naar buiten treden. Dus op elk niveau, dus hier zien we onder is L5, L4, L3 en zo gaat dat naar boven toe. Dus stel we hebben hier druk op de zenuw, praten dus over prikkeling van de durale mouw op L4. Dit kan een oorzaak hebben bijvoorbeeld als we slijtage ontwikkelen van de tussenwervelschijven. Dan worden deze ruimtes hier kleiner omdat de botstructuren die en die dichter naar elkaar toekomen. En dan komt deze zenuw meer onder druk te staan. Vaak zien we als we prikkeling van de durale mouw hebben dat we dat aan één kant hebben, niet aan beide kanten. Nou, de vierde oorzaak kan zijn het piriformis syndroom. We zaten dus net hierboven in de rug. Die zenuwen treden uit naar de zijkant. We zitten nu aan de rechterkant even. Ik pak even alleen rechts. Die treden komen hier dus naar beneden. Hier zien we dus de nervus ischiaticus, de grote beenzenuw die helemaal door naar beneden in je been loopt. En als ik hier een spier bij ga leggen, dan zien we hier heel mooi de piriformis spier liggen. En je ziet het eigenlijk al een beetje, hè? Als we hier de zenuw hebben en hier de spier. En als die spier te gespannen staat, kan die tegen deze zenuw aan gaan drukken. En dan kun je dus pijn krijgen of krachtverlies of tintelingen in je been. Dus het piriformis syndroom kan ook voor pijn in je been zorgen. Nou, oorzaak 5, triggerpoints, zijn ook een heel veel voorkomende oorzaak van pijn in je been. En triggerpoints kunnen dus in elke spier voorkomen van je lichaam. En triggerpoints zijn eigenlijk kleine spierknoopjes die zich ophopen door overbelasting of door een trauma. En die drukken als het ware binnen de spier de bloedvaatjes een beetje dicht. Simpel uitgelegd dan. En wanneer die spier dus daardoor te gespannen wordt, omdat hij te weinig bloed krijgt, gaat die referred pijnpatronen, uitstralende pijnpatronen geven. Bijvoorbeeld vanuit jouw heup naar jouw been toe, zoals je hier rechts onder een beeld ziet. Dus als die gluteus minimus bijvoorbeeld overbelast is, daar zitten triggerpoints in, dan kan die dus pijn uitstraling geven aan de achterkant, zijkant, naar je onderbeen toe. Dus boven en onderbeen, heel dit patroon, of zelfs helemaal aan de achterkant van het been, kan dan zeg maar pijn gaan doen.
Ook als we kijken even naar de hamstrings, ga je even de hamstringspieren laten zien. Ook wanneer er dus spierknopen zitten, dus in die hamstring, kan het ook pijn geven in je benen, zowel naar boven toe, naar je bil, als naar beneden, naar je onderbeen toe. Zoals je ziet zijn er dus veel verschillende oorzaken van pijn in het been. Belangrijk is dus om de oorzaak te achterhalen. Zo, mijn advies is, neem contact op met de fysiotherapeut. Die kan een gedegen onderzoek doen. Die kan gaan kijken wat de oorzaak is en dan ook gericht een behandelplan op gaan stellen. Nou, dit was de video. Bedankt voor het kijken. Onder deze video staat nog meer waardevolle informatie. En dan zie ik je hopelijk terug in de volgende video's.